Welkom op de dag van de aasbeerder. Vandaag gaan we op zoek naar de enige oude tip uit de echte praktijk. En aan mijn vingers te zien, het is behoorlijk koud buiten, dus tijd om naar binnen te gaan. Dus ik ben heel benieuwd ook naar de tips en trucs van wat moet je absoluut weten. Er zit er altijd wel onderwerp bij dat je denkt, oh ja, daar kan ik eigenlijk ook wel eens wat in mijn praktijk mee doen. Ja, je kunt wel zelf in je kamertje gaan zitten en je dingen bedenken, maar het hoeft niet altijd de waarheid te zijn of het beste te zijn. En je bent vaak ook wel bewust van, ja, daar moeten we een keer wat mee, maar hoe dan? Maar ik hoop jullie een beetje te inspireren van, oh, kan het ook zo? Op het moment dat de medewerkers merken dat er heel veel liefde in gestopt is, gaan ze het ook echt gebruiken. Heb je dan nog één gouden tip waar alle aasbeheerders hier echt wat aan hebben? Als je zelf te snel gaat en je hebt de organisatie niet achter je, ja, dan krijg je eigenlijk alleen maar weerstand. Wat ik in het begin nogal deed is meteen bellen. Toen dacht je, ja, eigenlijk staat het veel duidelijker nog online. Wat wij zelf proberen te doen is altijd denken vanuit de gebruiker. En als ze dan heel simpel een declaratie moeten invullen, ja, dat doen ze misschien 3 keer in een jaar. En dan moet je het zo makkelijk maken en zo voorgeprogrammeerd eigenlijk, dat het met 3 klikken klaar is, dat elk kind de was kan doen. Als je de organisatie maar mee hebt en je weet wat je wil, nou, het inrichten is een fluitje van de cent, dat weet jij ook toch?